We hadden net zo'n haast na het eten en daarna kort daarna kon Sarah ook naar bed, dat ik helemaal iets vergeet. Het is vrijdagochtend. Ik ben de dagen een beetje kwijt, maar het is de eerste dag van de schoolvakantie. Ik ben aangekleed. Ik moet met Sarah even snel naar de supermarkt. En daarna komt mijn moeder ons ophalen. Dan gaan we bij opa lunchen. Ik ben aangekleed. Ik heb deze jas aan van Mango. Broek en shirt zijn trouwens ook van Mango. En deze kerstsneakers. Nee? Oh, wil je outfit laten zien? Kom maar. Ik vind je echt heel cool. Ik heb mijn body van Rolling Stones. Ja, van de Zara. En je broek is van Scotch & Soda, geloof ik. Nee. Of mee zonder Scott. Kijk even. Je moet even je handje weghalen, hoor. Anders kan... Scotch & Soda. Ik had het wel goed. Luistjes van de Zara. Ja, ik vind het heel goed uitzien. Dat Zara... kun je wel hier zien. Zara was maat al de bed uitgaan en aangekleed voordat ik... Ja. Zie je dat ze? Ja, maat 30. Ja, maar ik wist dat ze van de Zara waren. Dus die broek die heb ik een tijdje geleden gekocht en ik vind hem zo cool. En ik cool. Heb een scrunchie in. Ja, Sarah heeft zich zelf zo bij elkaar gesteld. Ja, dat ook heel mooi staat. Wat een gehaast. Echt. We hebben er zo lang over gedaan. Eerst stond het verkeer helemaal stil. Hebben we 25 minuten geloof ik stilgestaan omdat er een brug open was. Toen stonden er nog tot twee keer toe auto's stil op de weg. Nou, dat had ook het... Nee, twee schat. Eerst een mevrouw en daar stond een grote vrachtwagen bij die was er aan het helpen. En later stonden er nog twee mensen met die volgens mij op vakantie waren of zo met hesjes aan langs de weg. Dus toen hebben we ook echt heel erg lang of in ieder geval heel lang een stuk langzaam gereden, want dat was twee keer na elkaar. Dus we hebben echt verschrikkelijk lang gedaan over thuiskomen. Normaal 40 minuten en nu anderhalf uur. Dus het was echt spullen thuis neerzetten, even snel wat opruimen, zwemtas pakken en de deur uit. We zijn echt 5 minuten thuis. En ik heb nog eten, mama. Jij hebt even snel iets van eten nog in je mond gedaan. En nu dus onderweg naar zwemles. En daarna moet ik nog even terug naar mijn ouders, even wat ophalen. En daarna heb ik... mama, wie hebben we mee? Oh ja, Sarah heeft de pot mee, want die gaat naar de kijkkast aan het zwemmen is. Ja, dus mag er weer voor het raam kijken zeker? Ja. Nou, helemaal leuk. Gaan we doen. Nou, zwemles ging heel goed. En kijk eens wie ik hier heb. Ze heeft de pop in die jas. Daar, echt, die jongen daar is helemaal gek geworden. Die loopt echt... De glas is zo diep. Hij loopt echt tot zijn kuiten er geloof ik in. Maar goed. We moeten even naar de winkel. Nog even hier wat halen. Hier zit de Albert Heijn. En dan was ik vandaag niet bij in de buurt. Ah, dit is lekker. Maar toen dacht ik, als ik met de auto omrijden, ben ik denk lang onderweg dan als we heel even tussendoor... Dan kan je binnen doorlopen. En daarna naar de auto en naar de rest. Die lopen niet door de plas. Maar ik zie het. Mama heeft de babootie al klaar neergezet en gekookt. Maar de rij stil. Blijft maar zeuren dat hij wil op het fornuis blijven. En trouwens, ik kan het nu laten zien. Zien jullie het? We hadden net zo'n haast na het eten en daarna kort daarna kon Sarah ook naar bed. Dat ik helemaal iets vergeten ben. Sarah en ik hebben iets heel erg leuks gekocht samen. En dat wilde ik eigenlijk samen met haar laten zien, maar dat is niet meer gelukt. Maar we liepen langs de Lucardi en dit was iets wat eigenlijk al een ideetje van Sarah was. En wat ik heel erg leuk vond, ze wilde, staat heel goed scherp, matching ringen. En het is wel leuk, dit zijn twee kinderringetjes. Want ik heb echt hele kleine handjes en ja, mijn ring is echt maar een half maatje groter dan die van Sarah. Moet ze echt naast elkaar houden zelfs. Deze is iets groter. Dus, dan heb ik deze ring.
En dan heeft Sarah hem dus ook. En dan hebben we, kijk, als ik ze zo laat zien, hebben we daar allebei dezelfde ring om. Dat wilden ze graag als ja, soort vriendschapring, maar dan voor mama en dochter. En het vond ik zo'n leuk idee van haar, dat ik echt zoiets had, ja, dat gaan we doen. Dus die hebben we gekocht en vind ik helemaal leuk. En dan moet ik hem dus van er altijd omhouden voor de rest van mijn leven. Maar ja, dat vind ik dus helemaal leuk. Dus dit is mijn nieuwe ring. Ik loop al heel de tijd een beetje als een kip zonder kop in huis. Ik wil het toch allemaal anders en ik weet gewoon echt niet hoe. Eigenlijk doe ik het heel weinig en heb ik in mijn hoofd dat ik alles wil doen, maar het lukt niet. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Het is wel heel vermoeiend. Ik wil gewoon alles eruit knollen. En gewoon echt alles in mij. Dat gaat nu ook niet zo makkelijk, want we zitten nog in een verbouwing. Ik ben gewoon te ongeduldig, ik weet het. Gordijn liggen. En ik doe dat ook voor de helft. Ja, ik ga lekker mandarijntjes eten. Eindstand. Ik ben heel wat tijd verder. En ik ga lekker mijn bedje in. Daar ben ik echt aan toe. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Een duimpje achter te laten. En natuurlijk te reageren hieronder. Of op Facebook. Op Mama Oppakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei.